Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag is de postbode geweest en die heeft mij wat dingetjes gebracht. Als eerste een Lima PTT Post. Postwagen, niet veel bijzonders. Die kreeg erbij, zullen we maar zeggen. Ten tweede deze. Roco, NS Post, PTT Postwagen. Ik vond hem wel grappig, maar het handige is ook dat hier Nenschacht haakkoppelingen aan zitten. Die heb ik nog een paar nodig. Die komen hier mooi mee. Dus dat is een mooi meevaller. En hij rijdt natuurlijk ook mooi mee in een trein. En als laatste onderdeel. Of onderdelen. Een Roco Clean. Met schoonmaakborstel eronder. Met elektronica erin. En een boel losse onderdelen. Nou, die hoort er ook nog bij. Zo kwam die binnen. Zo stond hij ook geadverteerd toen ik hem zag. Dus geen verrassing dat hij zo binnen is gekomen. Naar mijn weten zit er in de originele Roco Clean Gen 2 rode leds achterin. Helemaal zeker weten doe ik het niet. Het printplaatje wat ik hier zie is een HB315. En er lijkt een speaker in te zitten. Ik zie zo snel geen IC geïntegreerde componentenchip. Ik zie alleen een aantal diodes, een aantal weerstanden en misschien nog een condensator, dat weet ik niet zeker. En een paar dioden, transistoren. Dus ik weet niet helemaal wat het is. Wel zag ik dat dit pinnetje net te kort is om onder het wiel aan te sluiten. Dus daar is iets misgegaan in het verleden. En ik heb nooit een Roco Clean wagen gehad. Dus ik weet ook niet of dit de normale configuratie is. Of dat dit iemands knutselwerk is. Maar wat ik wel ga doen. Is even kijken. Nee, dat is niet de goede kabel. Ik ga er gewoon stroom op zetten. Ik heb alleen een beetje een puinhoop van mijn bureau gemaakt. Kerstvakantie komt eraan. Dat is een mooi moment om weer een keer op te ruimen, dacht ik zo. En tot die tijd laat ik het allemaal worden. Even kijken. Dit kan wel werken. Hoop ik. Zo. Stroom. Nee, er is nog geen. Nou, dat zal. Niet de goede manier om te testen, maar het werkt. Oké. Okay. Daar gaan we twee rode lampen branden als ik de stroom opzet. Kom. Ja. Geen knipper, niets geks. En als de wagon de andere kant op zou rijden, hetzelfde. Misschien wat ik hieronder lijkt te zien. Ik dacht misschien is het een diode, maar het zou natuurlijk ook nog een grote dikke speaker of zo, maar het zou ook nog een grote dikke condensator kunnen zijn. Ik heb zo gauw geen idee in ieder geval. Wat ik wel zie is dat het lijkt alsof de meeste onderdelen die erbij horen te zitten erbij zitten. Dus ik ga deze verlengen. Dat hij onder een wiel komt te zitten. En hem in elkaar gaan zetten.
Ik heb deze verlengd. Ik heb het wiel er even uitgehaald voor de montage. Als ik dat er terug inzet, dan heb ik het idee dat hij goed contact maakt hier. De koppeling is nog wat stroef. Ook vanwege de druk die dat wiel nog erop zet. Ik moet even kijken of ik dat nog soepeler ga maken. Door het koper wat bij te buigen. Aan de andere kant zit natuurlijk geen koper, maar zit volgens mij is dit brons. Het is in ieder geval makkelijker buigbaar dan het koper wat ik hier gebruikt heb. En ik merkte dat deze koppelingspin aan de kant waar ik nu mee bezig ben een heel stuk langer is. Dus had ik niet gedacht. Het verbaast me een beetje. Maar misschien dat dit een allegaartje is van onderdelen. Misschien dat dit bij allemaal zo is. Ik heb weinig referentiemateriaal. Die zit goed. Die zit goed. Ja, dat zit gewoon helemaal in orde. Deze kan. Even omzetten. Zo. Oh jee, een van de wielen zit verkeerd om. Ik zie namelijk vonkjes. Als ik vonkjes zou zien. Maar er gebeurt vrij weinig. Even kijken wat er nu gebeurt. Net zo weinig. Nou, dat ik vonkjes zag, dat klopt. Dit is een Märklin wiel. Dit is echt een allegaartje. Even kijken of ik ergens een goede vervanger heb liggen. Het was even zoeken naar een paar wielen dat werkte. Ik had nog een dubbel geïsoleerd wiel en nog een Märklin wiel, maar uiteindelijk heb ik er iets gevonden om eronder te zetten. Ik merk wel dat het vrij snel losklikt allemaal, dus daar doe ik denk ik een druppel lijm op als ik zeker weet dat het allemaal goed zit. Dat vermoeden heb ik wel. En het was duidelijk een flinke condensator die eronder zit, waarvan ik dacht dat het misschien een speaker was, want hij blijft een hele lange tijd branden. Ja, dus de rest is gewoon alleen maar voor het gelijk richten van het signaal, denk ik. En daarna het aansturen van de LEDs. Ik vind het mooi. Bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer.